Theater Rotterdam opent het nieuwe theaterseizoen op een bijzondere manier met de route Track Reflections, kriskras door het gebouw. Dit is een avond waarop de bezoeker niet zomaar zit en kijkt, maar door een blauwe vlecht wordt meegenomen langs performances in verschillende stijlen, genres en kunstvormen. Ik ben Alida Doors, ik ben artistiek directeur van Theater Rotterdam. Theatermaker en choreograaf. Jullie hebben net een fragment gezien van het slotakkoord van de track. Dus het einde van de hele route door ons gebouw, verschillende voorstellingen te zien die met elkaar te maken hebben. En de dansers doen het einde, zeg maar. Nou, de dans die je net gezien hebt is een combinatie van stijlen. Eigenlijk heel veel met de roots in de hip-hop. Maar contemporary dance, dus moderne dans, zit er ook zo net zo goed in verweven. En wat we ermee willen zeggen, heeft meer een ritueel karakter. Dus ja, het is een combinatie van stijlen en het krijgt daardoor zijn eigen betekenis. Mijn naam is Suan Bijl, ik ben 28 jaar en ik ben theatermaker en performer. Ik werk vanuit mijn fysiek, dat ik een fysiek performer ben. Dat betekent dat ik ook spreek en ook zing, in dit stuk ook, maar voornamelijk mijn lijf gebruik. Ik ben blij dat ik er weer mag staan, na deze gekke tijd natuurlijk. Het is voor mij een heel spannend stuk om te spelen, omdat het heel oprecht is en in het nu. Nou, in deze performance zie je mij een tekst geven. En in die tekst is het geïnspireerd op Grace Jones en Nina Simone vanuit interviews. Ik heb heel erg gekeken naar hen als alter ego. En daar heb ik geprobeerd een alter ego van te maken, The Beast. Wij zijn net begonnen met werken aan een performance die eigenlijk stilstaat bij de mensen die overleden zijn tijdens de COVID-pandemie, die nu nog bezig is. En we staan eigenlijk stil bij hen en we geven eigenlijk lichaam aan de getallen. Ik ben Davy Pieters en ik maak theatervoorstellingen bij Theater Rotterdam. En ik ben nu bezig met de track, de openingstrack. Het is een beeldende fysieke performance. We proberen eigenlijk via kleding die mensen te representeren. Dit jaar gaat het over verbondenheid. Ik ben door jou is het thema. En ja, daarmee willen we eigenlijk het gesprek opvoeren van hoe bestaande machtssituaties, machtsrelaties zich manifesteren in de stad. Maar hier is er een combinatie gemaakt tussen tissue artist, spoken word, dans, wat een combinatie is van hip-hop, verschillende hip-hop dansstijlen en contemporary dance. De openingsweek vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 5 september. Voor de aankomende bezoekers, trek je wandelschoenen aan, want het wordt een bijzondere tocht.